Hallo allemaal en goedemorgen en welkom terug. Het is tweede kerstdag, Boxing Day, en het is belachelijk vroeg. Een uur of ergens van 4:30 of zoiets. Oh, ik voel me waardeloos. Goedemorgen allemaal, ik ben Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik heb gisteren waardeloze kerst gehad, want ik heb buren. En mijn buren boven mij, die dachten, weet je wat we gaan doen met de kerst? We gaan ons huis verbouwen. Ja, dat is een leuk idee. Dus het boren en timmeren. Het was eerst alleen boren. Daarna kwam er ook timmeren bij. Dat begon ergens om 10:30 'smorgens. En misschien 11:00. Laten we zeggen 11:00 'smorgens. En mijn ex-vrouw was hier toen net binnengehobbeld. En zij en ik waren aan het overwegen om een heerlijke fles Prosecco open te maken. Een biologische Prosecco. Een hele lekkere met zo'n beugelvleesdop erop. Mm. En toen begon dat boren. En toen keken we elkaar aan. Mm. En het boren ging door. En het ging door. En toen hebben we besloten om die fles open te trekken. En wat meer alcohol te halen. Om het allemaal nog wat leuker te maken, was er ook een bruiloft. Dat was schuin aan de overkant. En die had een hele live band op straat. En poem, dat was ook heel waaier. En ja, we hebben een beetje gegeten op het moment dat er een pauze was van boren of de band. En ergens tegen uur of 5, 6. Toen heb ik me teruggetrokken en mijn koptelefoon opgezet. Want toen trok ik het echt niet meer. Mijn vullingen deden zeer. Maar goed, er kan altijd nog erger natuurlijk. Kijk, dit kwam ik tegen. Dit is het Parool. En daar staat Femke Halsema. Amsterdam heeft een ordinairder imago dan het verdient. Volgens mij niet. Maar goed. Dit artikel krijgt u cadeau. Lees de eerste 4 weken gratis. Uitproberen. Ja, ik denk het niet. Maar dank u wel, mevrouw Parool, voor het cadeautje. Dit is een heel lang interview met onze burgemeester. Fantastische foto's, hè? En dat interview dat is gedaan door Michiel Cousy en Ruben Koops. En dat zijn twee waardeloze journalisten. Ik zou zeggen, Google die mensen eens. Dat is echt dog shit. En deze twee heren, die zijn blijkbaar voor 25 december 7:00 'smorgens op visite geweest bij burgemeester Halsema. En die hebben daar een uitgebreid interview met haar gedaan. En deze twee heren zijn in staat geweest om geen enkele, maar dan ook echt geen enkele interessante vraag te stellen. Het is om te huilen. We fietsen er even doorheen en ik pak dan alleen de highlight. Staat hier. Overal slingeren ze rond in de ambtswoning. Schriftjes, opschrijfboekjes, in de tas, in de slaapkamer of op de keukentafel. Altijd binnen handbereik om nachtelijke ideeën of gedachten te bewaren en om te zetten in actie. Dat had ik uitgelegd in een video. Toen wist ik dat niet zeker, maar toen had ik zoiets van burgemeester Halsema, deze mevrouw, dat noem je een listfascist. Dat betekent niet dat je een fascist bent. Nee, dat noem je een listfascist. Dat zijn mensen die schrijven alles op. Die zijn voortdurend bezig met het maken van lijstjes. Zo, oh, moet dit wel even opschrijven, anders vergeet ik het. Mijn ex-vrouw is zo. Dat is ook zo'n listfascist. Als ik dingen wil onthouden, dan ga ik niet opschrijven. Ik heb allemaal digitale tools daarvoor.
Dus ik ben een lichte digitale listfascist. Anyway. Nachtelijke ideeën of gedachten te bewaren en om te zetten in actie. Althans, als ze de volgende ochtend nog steeds zo goed zijn als ze in de donkere uren leken. En daar komt het, dit had ik ook voorspeld. Ik lig 's nachts vaak met mezelf te vergaderen, zegt burgemeester Femke Halsema. Er is zoveel aan de hand in zo'n stad. Je moet over zoveel dingen nadenken dat ik inmiddels wel 8 schriftjes heb liggen. Dan loop ik 's nachts even naar de keuken om het bij te houden en de gedachten te ordenen. Dat is de stress van deze baan. Die arme vrouw die ligt er 's nachts wakker van. En dan krijgen we bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. En dan de komende vraag. Hoe voelt het om altijd verantwoordelijk te zijn? Boring, who cares? Weet je? En wat je dan krijgt is natuurlijk ook een saai antwoord. Gaan we naar de volgende vraag. Wordt u nog vaak vergeleken met uw voorgangers? Geel, boring. Vindt u het vervelend om vergeleken te worden met Van der Laan? Boring. U was altijd al een bekende verschijning wegens uw verleden als Tweede Kamerlid. Welke invloed heeft dat op uw burgemeesterschap? Boring, Jesus Christ. Hebben Amsterdammers hierdoor sneller een vooroordeel? Boring. Weet je, lieve mensen, kijk nou even naar de datum. Het is 25 december. Wat denk je dat wij willen weten van de beste burgemeester in de hele wereld? Moet je die foto's daar zien. Wat we willen weten is, wat gaat u eten met de kerst? Gaat u koken? Krijgt u visite? Gaat u ergens op visite? Welke films gaat u kijken met de kerst? God, dit vind ik ook een leuke foto. Kijk, veiligheid versus vrijheid. Daar worstelt ze mij, 's nachts. Arme vrouw. Gedragen mensen zich anders dan toen u nog politicus was? Ik word veel geknuffeld en ja, dat vind ik heerlijk. De eerste goede vraag. De eerste goede vraag en dan krijg je ook een leuk antwoord. Stelletje prutsers. Is het voor u belangrijk te voorkomen dat u als GroenLinks burgemeester, dat moet aan elkaar vast met een hoofdletter G en een hoofdletter L, maar met een kleine letter B. Jesus. Who cares? U trad aan op het moment dat het linkse college net was begonnen. Dit stadsbestuur is hierdoor vaak een mikpunt van mensen die het niet zo hebben op links. Heeft u daar last van? Haal dat toch op. Wat gaat u eten met de kerst? En zijn uw buren ook aan het boren en verbouwen met de kerst? Oh. Maar goed, dit is wel zielig, moet je kijken. Er worden rotte eieren op haar ramen gegooid. Jezus, slapen daar kinderen, ja? Stelletje beesten. Hier staat dan in. Ja, God, het is een soort opsomming van de dingen die ze heeft gedaan. En dan waarom doet u zoveel tegelijk? Ja, boring. Ik vind trouwens wel dat die raamprostitutie die moet stoppen. Gewoon, de wallen moeten dicht. Het is een fucking shithole, is het. Je wilt daar niet dood gevonden worden. Het stinkt er. En het is wat 9000 arrestaties of 9000 aanhoudingen per jaar. En we praten over een gebied wat bestaat uit, weet ik veel, 6, 7 hele straten. Gewoon dicht. De wallen moeten dicht. Nou, dan staat hier dat ze een termijn heeft van 6 jaar. Heel droevig. Want we krijgen nooit meer zo'n goede burgemeester. Ik vind trouwens dat er een petitie moet komen tegen die tijd. Haar laatste jaar. En dan moeten we met z'n allen gaan jengelen. En vragen of zij een tweede termijn wil doen. Ik denk alleen niet dat ze dat wil, want over 6 jaar dan is zij, kijk, dat kunnen we hier zien. Benadert ze de 60, dan ziet ze er nog steeds fantastisch uit.
Maar kijk, dan nadert ze de 60, dan wil ze vast niet meer. Maar we kunnen het wel met z'n allen proberen. Want we krijgen, je moet naar kijken, we krijgen nooit meer zo'n burgemeester. We krijgen zo'n grijze, saaie lul in zo'n grijze, saaie lullenpak. Die grijs, saaie gelul gaat verkondigen. Wij willen Femke. Femke forever. Maar goed, waarom zoveel tegelijk? Wat is de rode draad in al die veranderingen? Boring. Nou, dan zegt ze iets over tolerantie. Dat moet. Dan, u heeft gezegd, nu wordt het interessant. U heeft gezegd dat de bestrijding van drugs uw belangrijkste opdracht voor de komende jaren is. Waarom wilt u juist die tolerantie beperken? Nee, jongen, maar goed, dan legt ze uit. Nee, weet je, je mag drugs gebruiken natuurlijk. Ik ga niet gebruiken beperken. Het gaat om de drugshandel. De schietpartijen en zo. Ruben Koops en Michiel Cousy. Ik vind het zielig, want ze heeft die twee apen dus er huis in moeten laten. Terwijl ze waarschijnlijk bezig was met de kerst en zo. Heel flauw. Ik zou hun niet naar binnen hebben. Ik zou hun niet naar binnen laten. Niet op de 24e december om Christmas Eve. Echt niet. Ik zou de politie bellen. Kom hier niet doen. Ga weg. Maar goed, is de bestrijding van drugshandel geen loze belofte als u niets in petto heeft om het gebruik in te dammen? Ik weet het niet. Ik denk niet dat mensen elkaar aan het doodschieten zijn omdat ik af en toe een joint wil roken. Ik denk dat er iets anders gaande is. Maar goed, dit is wel leuk. Ze zegt, ik moet problemen oplossen. En ik ben hier niet aangesteld als principienrijter. Heel goed. Waarom heeft u de strijd tegen drugshandel tot uw hoogste prioriteit gemaakt? Omdat mensen elkaar kapot schieten met kalasjnikovs. Gebruikt u zelf drugs? Hoe durf je, motherfucker? Hier had ik hem voor buiten de deur gezet. Sorry man, je bent de gast in de ambtswoning. Waar heb je het over? Maar dan komt het. Want dit weet ik niet. Dit is de vraag voor Geen Stijl, denk ik. En voor de post online. En voor het Forum van Democratie, et cetera. Ik heb decennia geleden, zoals iedereen in Enschede, achter de kerk zitten blowen. En toen ook een keertje cocaïne gebruikt. Maar toen vond ik het zo lekker dat ik dacht, dit moet ik niet nog een keer doen. Wat vond ze zo lekker? De cocaïne of dat jointje. Het heeft iets heel droevigs, hè? In je eentje achter de kerk in Enschede. Ze zal wel heel weinig vrienden en vriendinnen hebben gehad vroeger. Of een moeilijke relatie met haar ouders. Vreselijk. Maar goed, de vraag zit erin. Kun je je voorstellen, je bent op visite bij de burgemeester. Hey, gebruik jij drugs? Godsam. Nee, ik gebruik het niet. Oké, dus je hebt vanmorgen geen heroïne genomen. Nee, ik heb vanmorgen geen heroïne genomen. Hé, wat vindt u van pitbullgevechten? Doet u daar aan mee? Heeft u een vuurwapen? Maar dat is lullig. Nee, maar mijn partner heeft er wel een. Hoe beïnvloedt het ambt uw persoonlijke leven? Nou, dit is dan weer wel leuk. Ik fiets nog gewoon naar huis en krijg in restaurants regelmatig briefjes in mijn handen geduwd van mensen die mij zien zitten. En dan snel even hebben opgeschreven wat ze kwijt willen. Erg leuk. Dan krijgen we dat verhaal van de zoon. Dat moet gerehashed worden. Ik heb daar zo mijn mening over. Ik zeg, laat het joch met rust. Kind is 16, heb ik begrepen. Ik dacht dat ze 15 waren. Maar ze zijn inmiddels 16 geworden, die tweeling. En ja, god, kinderen zitten chock voor hormonen en kinderen doen domme dingen. Maar goed, u zei dat u de last van het ambt met plezier torst. Was dat afgelopen zomer ook het geval? Dat is toen de zoon gearresteerd werd. Nou goed, dan krijgen we dezelfde standaard antwoorden die ze allemaal al heeft gegeven. Heeft u overwogen om te stoppen met uw werk
zodat u zich kon richten op uw zoon en de rest van uw gezin? Waarom zou ze? Waarom zou ze? Zo, oh, mijn kind doet iets doms. Nou, ik neem meteen ontslag. Right, en dan? Dan worden we dakloos. Dat lijkt me een goed idee. Maar nee, ze heeft niet overwogen om te stoppen met haar werk. Gek, hè? Waarom heeft u die brief geschreven waarmee de privézaak toch een publiek karakter kreeg? Niet helemaal waar. Ze schreef geen brief als burgemeester, ze schreef een brief als moeder. En ja, god, dat doen moeders. Vaders doen dat trouwens ook, weet je. Maar goed, moeders met name, als je aan hun zoon komt, dan worden ze helemaal mamabeer. En ik vond dat ze dat heel netjes deed. U legt de schuld bij journalisten die een grens hebben overschreden. Zijn u en uw gezin sindsdien voorzichtiger geworden? En dan komt het. Mijn man zal niet snel meer een interview geven. Hij wilde de schuldvraag weghalen bij ons kind en zelf de verantwoordelijkheid nemen. Maar de uitwerking had, zacht gezegd, beter kunnen zijn. Ik heb daar een video over gedaan. Die heb ik nog ergens liggen. Dat interview wat haar partner geeft, dat was echt afschuwelijk. Afschuwelijk. Hij was heel kritisch op haar en aan het zeiken, aan het mekkeren. Als een groot kind, als een moeilijk kind. Hij maakte de indruk ongelukkig te zijn met uw functie. Nou en of. Maar goed, ze zijn voorzichtiger geworden. Hoe kijkt u erop terug? De schrale troost is dat dit alles mij als bestuurder onafhankelijker heeft gemaakt. Als ze geprobeerd hebben je kind te beschadigen, wat kunnen ze dan nog over mij schrijven dat nog erger is? Heel goed. Tijdens een debat in de Raad over de kwestie zei u, nu ik, u straks, wat bedoelde u daarmee? Nou ja, goed, weet je, het klopt. Nu is het haar kind en straks is het het kind van een ander bekend iemand. En dan wordt het de standaard Hillary vragen. Uit onderzoek blijkt dat hoe hoger een vrouw doorgroeit in een organisatie, hoe sterker seksisme opspeelt. Van vrouwen wordt verwacht dat zij dominantie combineren met lief zijn. Heeft u met seksisme te maken? Boring! Boring. Eerst duidelijk maken hoe je het bedoelt en dan antwoord geven. Boring. Dat is naar, maar is het ook seksisme? Boring. Dan Ajax. I don't care about Ajax. Heeft seksisme u belemmerd in uw werk als burgemeester? En, nee. Een enkele keer. Maar het is relatief onschuldig en het gebeurt nooit met de bedoeling mij te vernederen. Ik word in een groep bestuurders wel eens voorgesteld zo van dit is burgemeester A, dat is burgemeester B. En daar zit Femke. Dat heeft misschien ook met mijn bekendheid te maken. Bovendien ben ik mondig genoeg om er iets aan te zeggen. Ja, ik noem haar mevrouw de burgemeester. Alhoewel, weet ik niet. Als ik er op straat zou zien, zou ik misschien wel heel hard schrijven. Femke! Ik weet niet of ik dat zou durven. Zelfs Sinterklaas deed flauw tegen haar. Bijvoorbeeld toen ik een paar weken geleden Sinterklaas moest ontvangen. Toen ik hem de sleutel van de stad gaf, zei hij in de microfoon, voor ons blijft u gewoon Femke hoor. Toen heb ik hem na afloop toch even gevraagd of hij dit ook tegen Job Cohen of Van der Laan had gezegd. Hij schrok zich een ongeluk, want de goede man was zich van geen kwaad bewust. Ik vind dat ik als eerste vrouwelijke burgemeester een verantwoordelijkheid draag naar de vrouwen in deze stad. Ik weet dat er veel vrouwen zijn die zoveel last hebben van intimidatie dat zij zich daardoor onvrij voelen. Ik wil gebruik maken van de positie die ik nu heb om daar iets tegen te doen. Heel goed, burgemeester. Heel goed. U heeft groot gelijk. U had de neiging om als burgemeester goed in de gaten te houden wat men van u vindt. Bijvoorbeeld op sociale media. Doet u dat nog steeds? Nee, ik ben zo verstandig geweest om in de zomerperiode toen wij gekwetst raakten en ik af en toe weer wat las, er definitief mee te stoppen. Ik wist het al, sociale media zijn niet representatief. Heel goed, een leven zonder Twitter is fijn.
Omdat je je realiseert hoe aardig de meeste mensen zijn. Precies, Twitter is bullshit. En dan eindelijk, helemaal aan het einde, wij zijn na een interview vol drivel, absolute bagger, waar helemaal niemand in geïnteresseerd is, krijgen we dan één echte leuke vraag. Als burgemeester moet je altijd aanstaan. Lukt het om te ontspannen, zoals nu tijdens de feestdagen? Ik ben gewoon in de stad deze week en draai piket. Ik mag met oud en nieuw niet te veel drinken, nee. Ik ben daarom van plan om op oudejaarsnacht maar even bij de kerstboomverbranding in Floradorp te gaan kijken. Verder staan hier nog veel dozen, die moeten worden uitgepakt. En ik wil weer wat koken. Een hobby die ik zo heb verwaarloosd dat ik het helemaal niet meer kan. Oh, arme burgemeester. Het heeft iets heel droevigs, heeft het. Ik weet niet of het zo erg is als een hele dag boren en timmeren met de kerst. Ik weet het niet, maar het komt er wel bij in de buurt. Weet je, deze twee dweilen bij je over de vloer. En dan al die saaie kutvragen nog een keer beantwoorden. Ik heb echt medelijden met de burgemeester. Wat hadden we echt gewild? Nou, gewoon, wat ga je doen met kerst? Wat ga je eten? Wat heb je vorig jaar met kerst gegeten? Krijg je visite? Dat is wat we hadden gewild. Maar dat zat er helaas niet in. Heel, heel teleurstellend. Ze ziet er altijd geweldig uit. Maar weet je, ik had haar graag gezien in een echte mooie kerstjurk. Ik had gisteren ook een net kersthemd aan. En een jasje. En nette leren schoenen. Weet je, voor die boor. Etcetera. Waardeloos interview. Ik vind het sneu dat u daar aan mee moest doen. Heel irritant. En in je eigen huis, die twee dweilen over de vloer. Die foto's mogen er wel weer zijn. Die zijn fantastisch. Ik vind dit een leuke foto. Nou, tot de volgende keer.